Er was eens een Joods meisje. Ze heette Hadassa. Bloeiende mirte betekent haar naam. En ze was wees. Ze woonde bij haar oom. Ver van haar thuisland, Israël, woonde ze nu in Susa. De hoofdstad van het enorme Perzische Rijk. En wij kennen haar als Esther. Het gelijknamige Bijbelboek vertelt haar levensverhaal. Een bijzonder verhaal van deze vrouw. En een van de opvallende dingen in dit boek is dat de naam van God er niet in voorkomt. Maar hij is er wel degelijk. God is de regisseur van het verhaal van Esther. En eigenlijk is de belangrijkste vraag uit het hele Esther-verhaal: wie speelt de hoofdrol in het leven van Esther? Want bij Esther gebeuren zoveel dingen. Er zijn koningen, er zijn personen die haar leven binnendringen, waardoor zij de hoofdrol in haar eigen leven niet langer speelt. Maar genoegen neemt met een bijrol. En de vraag is van het boek: slaagt Esther erin om de hoofdrol van haar eigen leven terug te pakken? En een cruciaal moment daarin is een gesprek tussen haar oom Mordechai en Esther in Esther hoofdstuk 4. Waar Mordechai tegen Esther zegt: beeld jij maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet, ben jij juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Esther, de eerste persoon die haar leven binnendrong, was de koning Ahasveros, koning van het Perzische Rijk. Een conglomeraat van 127 verschillende koninkrijkjes. Van India tot aan Ethiopië tot aan Griekenland. En het was hem niet genoeg. Hij wilde Griekenland erbij. Hij probeerde zijn machthebbers te verzamelen, organiseerde een feest voor hen om hun loyaliteit te krijgen voor de veldtocht. En hij offerde daarin zijn eigen vrouw, koningin Vashti, op. Hij moest een nieuwe koningin hebben. En hij liet razzia's uitvoeren in zijn hele rijk om de mooiste meisjes bijeen te brengen. Ze kregen een schoonheidsbehandeling van een jaar. En dan mochten konings allemaal één voor één een nacht uitproberen. Het is geen fris verhaal. Geen verhaal voor personen onder de 16. Het is afschuwelijk wat er gebeurt. Maar een van die meisjes, die mooie meisjes die ontvoerd wordt, is Hadassa, Esther. En ze komt er aan het hof en zij krijgt die dubbelzinnige eer uitgekozen te worden tot de nieuwe koningin. Haar oom Mordechai had tegen haar gezegd: Hadassa, vanaf nu ben jij Esther. Vanaf het moment dat jij daar leeft aan het hof, mag niemand jouw echte Joodse naam kennen, maar wees Esther. En Esther betekent zij die verborgen is. En dat is wat er ook met Esther gebeurt. Ze komt eraan het hof en ze gaat een rol spelen. Ze moet haar ware identiteit verbergen. Ze kan niet langer zichzelf zijn. Het tweede wat haar naam betekent, Esther, is ster. En dat zie je ook bij Esther gebeuren. Ze wordt de ster in haar eigen kleine paleisbubbel, waar ze niet meer uit durft te breken. En koning Ahasveros dringt haar leven binnen en eist een hoofdrol in haar leven op. En het kan maar zo zijn dat in jouw leven ook personen binnengedrongen zijn. Misschien personen van macht, personen die in hiërarchie boven je stonden. Het kunnen ouders zijn of ooms of tantes of baas of andere personen die je leven binnendrongen en daar een hoofdrol op eisten en dat jij jezelf ging verstoppen. Niet langer jezelf durfde te zijn. Het is het verhaal van Esther. Maar koning Ahasveros was niet de enige. Er was ook een andere persoon en hij duikt op in hoofdstuk 3 en zijn naam wordt door Joden eigenlijk niet uitgesproken. Zozeer haten zij hem. Het was de Hitler uit de 5e eeuw voor Christus. En hij heette Haman. Hij wilde alle Joden uitroeien. En hij zei tegen koning Ahasveros: krijg ik toestemming om over een jaar alle Joden in één klap weg te vagen? Hij was een slimme man. Hij wist: als je genocide effectief wil maken, heb je een lange voorbereidingstijd nodig. En hij wilde zijn jaar daarvoor pakken. Het schokkende is dat Esther geen flauw idee heeft van de ware aard van Haman.
Esther, die had Haman vaak over de vloer gehad bij officiële etentjes. Als Haman haar man, de koning, bezocht. En in de beleving van Esther was het met Haman niet zo kwaad kersen eten. Zou met Haman niet zo'n vaart lopen. Maar Haman bleek het kwaad in hoogst eigen persoon. Esther heeft het niet door. Maar gelukkig is daar haar oom, oom Mordechai. En in het boek is hij de inspiratiebron van boven. Is hij de stem van God. En hij probeert de aandacht van Esther te trekken. Hij gaat aan de paleispoort zitten. Hij scheurt zijn kleren. Hij roept het uit. Hij probeert haar aandacht te trekken voor het onheil dat dreigt. Wat Mordechai daar deed was levensgevaarlijk. Want de koning Ahasveros wilde niet gestoord worden in zijn koninklijke vreugde. Esther die merkt Mordechai op. Ze hoort zijn geroep. Ze ziet zijn gejammer. En ze zegt tegen hem, alsjeblieft, stop ermee. Verstoor mijn rust niet. Blijf nou hier weg. Maar Mordechai geeft niet op. En dan zegt hij die woorden. Die woorden die wij lazen uit de Bijbel. En eigenlijk zegt hij twee dingen tegen Esther. Het eerste wat hij tegen Esther zegt is, Esther, God heeft altijd meerdere pijlen op zijn boog. Jij kunt ervoor kiezen om nu niets te doen. Dan zal God de Joden zijn volk op een andere manier wel redden. Maar jij verliest dan jouw mogelijkheid om mee te werken in het grote plan van God. En die eerste waarde die we mee mogen nemen is, God heeft altijd meerdere pijlen op zijn boog. Hij wil jou graag gebruiken. Maar als jij zegt, ik wil het niet, dan zal hij iemand anders gebruiken voor zijn doel. Met andere woorden, God die geeft Esther eigenlijk geen opdracht. Hij biedt haar een gelegenheid. Hij geeft haar geen bevel, maar hij biedt haar een kans. Hij zegt, Esther, dit is jouw kans om te doen waarvoor jij ten diepste geboren bent. Dit is jouw kans om de hoofdrol in je eigen leven terug te pakken. Waar Ahasveros, je koning, je leven is binnengedrongen. Waar Haman je leven is binnengedrongen. Is dit jouw kans om de regie van je eigen leven terug te pakken. En te doen waar God je voor heeft bestemd. Esther maakt haar keuze. En ze zegt, kom ik om, dan kom ik om. Maar vandaag zal ik opkomen voor mijn volk. Bid voor mij. En dan staat er in de Bijbel, en op de derde dag. Op de derde dag ging ze naar de koning om zijn hulp te vragen bij de bevrijding van haar volk, de Joden. Op de derde dag was daar de overwinning die doorbrak. En de derde dag is in de Bijbel altijd een belangrijke dag. Op de derde dag breekt God door. Op de derde dag breekt het leven baan met kracht. De derde dag. Ik weet niet of jij de hoofdrol speelt in je eigen leven. Of dat er dingen zijn gebeurd waardoor je een bijrolletje bent gaan spelen in je eigen leven. Misschien is het kwaad je leven binnengedrongen. Heeft Haman er huis gehouden? Heeft koning Ahasveros delen van je leven opgeëist? Dan wil ik je aanmoedigen om net zoals deze moedige vrouw je kans te pakken. En te zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal niet in mijn eigen paleisbubbeltje blijven. Ik zal niet verborgen blijven, maar ik kom tevoorschijn. Bid voor mij. En ik zal die macht van Haman breken in de komende periode die voor me ligt. Wees daarin gezegend.